Dit is hem. Hij is niet alleen heel snel, maar hij was ook heel snel verkocht. En dat heeft deze dame voor ons geregeld. Floor? Ja. Gekhuis, of niet? Mm-hmm. En dat dacht ik. Hoe ben je nou op het idee gekomen? Ja, we maken vaker video's. En Floortje die wilde er samen met ons een keertje eentje maken. En wij hebben een hele winkel neergezet en alles om ze te verkopen. Maar tegenwoordig, in 2018, moet je gewoon shuffelen en dan moet je de swish moet je doen als je een sportauto wil verkopen. It feels like I'm born. I just can see no warnings. The lights are all green and the oil is slowly warm. Ja, ik heb samen met mijn buurmeisje, Floortje, hebben we deze week een video opgenomen over deze auto, deze Maserati. En die is vanmorgen is die op internet gegaan, maar binnen een paar uur hadden we de auto verkocht, dus dat ging wel goed. En hoe ging die verkoop nou? Om 11:30 belde mijn meneer en die wou me hebben. En toen? Heb ik verkocht. Nou, ik ben zelf een ontzettende muziekfan en ik zing ook. En ik hou van video en van film. Dus, en dat monteer ik zelf. En dat is elke keer is dat anders. En Floortje die wil dan een hele tijd wilde die een keer meedoen. Dus we hebben samen dit ervan gemaakt. Ja, Floortje, jij hebt vandaag je eerste auto verkocht. Ja, dat klopt. Jij was de danseres. Ja. En wat heb je allemaal gedaan? Ik heb geshuffeld, ik heb de swish gedaan en ik heb gedanst. Had je verwacht dat de video's zoveel bekeken zou worden? Nee, niet zo. Hoor je me voor, hè?